Jullie hebben afgelopen dinsdag een hele belangrijke nieuwe klant gekregen. Wie was dat? Ja, dat klopt. Sinterklaas is bij ons geweest. Hoe kan dit nou? Sinterklaas en trekkers? Wat heeft nou Sinterklaas met trekkers? Nou, op zich niet zoveel, maar hij had er een nodig om ook op de Rastergaast bij de kinderen te kunnen komen. Op de moeilijk afgelegen plekjes en boerderijen. Dus Sinterklaas heeft naast een paard en ik hoor dat hij ook andere transportmiddelen gebruikt, heeft hij nu ook trekkers in zijn wagenpark? Ja, hij heeft hier een splinternieuwe trekker gekocht. Hoe gaat zoiets met onderhandelen? Word je nou afgerekend in pepernoten? Hoe werkt zoiets? Daar laat ik me even niet over uit. Dat is iets tussen Sinterklaas en mij. Dat zegt u nou wel, maar we hebben wel gekeken hoe dat ging met die onderhandelingen. We hebben daar beelden van en dat ging toch wel vrij stevig. Ja, Sinterklaas die weet wel van onderhandelen. Hoe gaat dat? Gaat dat in het Fries, gaat het in het Spaans, gaat het in het Italiaans of in het Nederlands? Alles door elkaar, maakt niks uit. Hoe gaat het nu straks met die trekkers? Blijven die hier dan zomer staan of gaan die mee op de boot weer terug naar Spanje? Hoe werkt het? Hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Nee, hebben we geen afspraken over gemaakt. Ik denk dat ze gewoon meegaan.